Zo, een verharde goedemorgen luisteraars. We zijn er weer. Tijd voor een nieuwe aflevering van de Koffiepraat. De dinsdagaflevering. En vandaag staan we ook stil bij de opvallende koppen uit lokale kranten. En hebben wij een studiogast met u uitgebreid het een en ander zullen bespreken. Bij mij schuift zometeen aan de minister van Binnenlandse Zaken, minister Bronto Somoharjo, die vandaag live in de Koffiepraat met ons zal zitten. En wat zaken zal toelichten, uitleggen en wat nogal meer nodig zal zijn. Hij schuift, of de minister schuift dus zo aanstonds aan in de Koffiepraat. Wat betreft de lokale dagbladen, het nieuws dat dus eruit springt. Ruim 400 goedkeuringen voor AHP in 8 weken. De Project Implementation Unit van het Affordable Housing Project heeft op 29 januari 2024 een presentatie gehouden voor de regeringstop over de stand van zaken binnen het project. Projectmanager Mark Romy gaf aan dat het project heel goed verloopt. Intussen hebben ruim 400 personen een goedkeuring gehad om in aanmerking te komen voor de subsidie. Dit resultaat heeft de PIU binnen 8 weken kunnen behalen. Het AHP biedt diverse woonoplossingen aan burgers en wordt gefinancierd uit een lening van $35 miljoen van de Islamic Development Bank. Door middel van het AHP zullen 3775 woonoplossingen in de kustvlakte en het binnenland worden uitgevoerd. Een van de grote uitdagingen die de PIU nu heeft, is dat de lening van de ISDB in maart 2024 verloopt. We zijn met ISDB overeengekomen dat als wij een target van 700 tot 750 halen, de lening wordt verlengd en dat willen we hebben, zodat we de 3775 mensen kunnen helpen, stelt Romy. De PIU werkt hard om dit doel te behalen. De projectmanager is er zeker van dat de target gehaald zal worden, omdat het team nu al zit op 400 mensen. De PIU heeft gestelde targets gehaald, maar er zitten een paar administratieve procedures, waardoor slechts 30 personen het geld hebben ontvangen op hun rekening. De volgende stap is de uitvoering van de werkzaamheden, terwijl er wordt voldaan aan de administratieve procedures, om ook de rest in aanmerking te laten komen voor de financiële bijdrage. We lezen verder: FACO vraagt kopers omstreden boek in te leveren. Boekhandel FACO heeft de exemplaren van het boek Corruptie op het hoogste niveau, Zaken doen in Suriname, van de schappen gehaald. Ook is het besluit genomen om verkochte exemplaren terug te halen. Aan de mensen die reeds een exemplaar hebben gekocht wordt verzocht om dit te retourneren, waarbij zij het geld terug zullen krijgen. Dit in het kader van het strafrechtelijk onderzoek, stelt FACO. Het besluit om de boeken niet meer te verkopen heeft te maken met het deurwaardes exploot dat op 25 januari is ontvangen. Daarin vraagt advocaat Gerald Tsocharan namens zijn cliënt, president Chandrika Prasad Santokhi, om de verkoop stop te zetten. Indien dit niet zal gebeuren, zal een kort geding aangespannen worden tegen de boekhandel. Er is een strafklacht ingediend bij het Openbaar Ministerie. Ook in Nederland is een strafklacht ingediend tegen de ondernemer Gerard van den Berg. De president voelt zich beledigd door de koffer van het boek. Aangevoerd wordt dat de president nimmer toestemming gegeven heeft voor het gebruik van de foto. Hij ervaart de afbeelding als een inbreuk op zijn recht op bescherming van zijn morele integriteit, zijn goede naam en eer, maar ook op zijn reputatie als president van de Republiek Suriname. Wat daardoor ook schadelijk is voor de staat Suriname. De afbeelding, althans de inhoud ervan, in samenhang bekeken, legt een verband tussen de president en corruptie, staat in het deurwaardes exploot. De elektronische versie met dezelfde cover wordt grif en openlijk gedeeld op social media. De commentaren onder de post van FACO zijn niet mals. De meeste mensen die het boek gekocht hebben, zijn niet van plan gehoor te geven aan het verzoek van de boekhandel om de hardcopy in te leveren. Nou, het laatste woord is niet gezegd wat betreft deze zaak, maar eigenlijk, ja, ik voel Lucas en Fini ook toe, hè. Abo, dat is wel mooi, Sani. Dus mi o skrif van boeku, sa mo serie, dan moet gebruiken een foto van Carlos Pinas. Maar dat boek of mij op een negatieve lading. Jongen, Carlos Pinas is een longwaar rechter. Tuurlijk. Maar ik kom op een foto van mijn schrijf toch. Of ik ga een boek schrijven, een mooi boek schrijven. En dan ga ik de foto van minister Bronto Somoharjo op de koffer zetten. En dan ga ik, en dan heeft mijn boek een negatieve lading. Wel, minister Bronto, longa, afkati direct, Jimmy. Want ik heb minister Bronto geen toestemming gevraagd om die mooie foto te gebruiken. En zeker niet even naar een boekenserie. Er is een commercieel, commercieel tentje erin. Dus moet ik money. Tapa boeken dan. Misabtak mi visitakru.
dan moet pota foto voor Carlos Pinas. Want Carlos na mooi boy dada. Dan moet sera buku. Dan Carlos nee kies van kotof, van percentage. Ja, Carlos heeft de alle recht om te stappen naar, ja, wat gebeurt er, Ernie Epsa? Je zei, Abuku, je pot mijn foto. En Abuku vindt in de boevenbende. Je hebt alle recht. Is dus, we Lucas aan niet, we moeten niet, weet je. Even naar ONU bij de NASU. Waarschijnlijk hadden we ook het zaakje uitgezocht, uitgedokterd. En misschien gezegd van, Ehara handrem. Want zaken zijn niet pluis. Dus we moeten gewoon nuchter naar zaken kijken. En ja, kijken hoe het zijn beloop zal hebben verder. Maar in elk geval zijn stappen ondernomen. En hopelijk komt men hier snel uit. Want als aan nog smakelijk. Mino schreef boeken, Carlos. Het was een voorbeeld. Maar ik kan me dat wel voorstellen dat je alle recht had om te zeggen van hey, Ernie van Wakara, om je sera boeken. Maar wie is wat toegolo muskami bijvoorbeeld? Want dit is mijn foto. Maar goed, let's see how it will work out. Minister, goedemorgen. U zit erbij. Goedemorgen, luisteraars. U zou ook geen toestemming geven aan mensen derden ongevraagd voor gebruik foto voor hier en daar en overal? Zeker niet als het een negatieve lading heeft, dan niet. Als het een positieve lading heeft, dan graag, maar negatief, zo willens en wetens iemand schade, dan nee, dat zou ik niet toelaten. Maar ook als het een boek is die verkocht wordt. Dan wil ik wel praten over percentages. Ja, dus je kent me. Ik ben niet iemand die denkt aan percentages of geld. Het interesseert mij niet zoveel. Het gaat meer om de naam. Kijk, je probeert je naam te beschermen. En nogmaals, als het een positieve lading heeft. Als het boek aanzet tot een natieverbinding of eenheid. Dan wil ik graag mijn foto op hebben. Maar negatieve zaken die niet gebaseerd zijn op waarheid. Dat zou ik inderdaad niet toelaten. Zeker niet. Duidelijk, crystal clear. Minister, we hebben een jaar gehad en Asane go zo snel, jong. We zitten al straks in de tweede maand van het nieuwe jaar. We hebben nog maar 11 maanden om doelen te verwezenlijken in 2024. En toch wil ik kort terugblikken op het jaar 2023 en wat Biza allemaal op de planning had, welke targets zijn gehaald en welke zaken zijn van de grond gekomen. Ja, nou, nogmaals goedemorgen aan alle luisteraars. Wij hebben 96% van onze begroting gerealiseerd. Dus dat is een hoog percentage. U weet, onze belangrijke beleidsgebieden zijn public sector reform. Verkiezingen zijn heel erg belangrijk. CBB is belangrijk. Godsdienst valt onder ons. Archivaris valt onder ons. We hebben goed werk gedaan, al zeg ik het zelf. Ik heb dat ook in het parlement gezegd. En vanaf deze stoel doe ik het weer. De ambtenaren heel erg bedanken voor hun inzet. Maar het jaar 2024 is veel belangrijker. Het is een jaar voor de verkiezingen. Weet, er is een nieuwe kieswet. Dus daar gaan we heel erg hard aan het werk. Als democraat moet je ervoor zorgen dat iedereen in Suriname weet wat de nieuwe kieswet inhoudt. Iedereen in Suriname weet hoe ze moeten stemmen. Maar is het vooral mijn taak als minister van Binnenlandse Zaken dat de mensen gaan stemmen. Er moet een proces op gaan komen. Een awarenessproces dat in een democratie het belangrijk is dat je gaat stemmen. Ik was in een andere radioprogramma laatst. En het moet niet de bedoeling zijn dat er 60-70% gaan stemmen. We willen minimaal 80% opkomst hebben. Dus we zijn daarmee bezig. Werk aan de winkel. Is er reeds een plan of is men al bezig aan de tekentafel om zaken uit te zetten? Het plan is al klaar. We wachten op uitvoeren. Nu is belangrijk het kiesbesluit. Het kiesbesluit houdt onder andere in hoe gaat het stembiljet eruit zien. Hoe gaan we proces verbaal vastleggen. Dat ga ik morgen woensdag aan de regering presenteren. Dan gaat de regering een besluit nemen. En met dat besluit gaan we naar de parlementaire commissie. Dan gaan we een en ander uitwerken. De kiesregeling, de gewijzigde kiesregeling, moet ook terug naar het parlement. Er moeten een paar wijzigingen worden aangebracht. Er wordt bijvoorbeeld gevraagd naar een waarborgsom van 750.000 SED voor de politieke partijen. Maar er wordt niet aangegeven in die wet wat er gebeurt als je die waarborgsom niet stort. Er moet worden vastgelegd, wat ik net al zei, hoe gaan we de procesverbalen inrichten. Dus die kieswet gaat ook naar weer terug naar het parlement. Maar meer cosmetische veranderingen, niet erg ingrijpende veranderingen. Als we praten over verkiezingen, dan praten we indirect ook over CBB. En dan praten we indirect ook over ID-kaarten en zaken die betrekking hebben daarop. Ja, hoe loopt het op dat stuk? Want er was enigszins wat stremming en stagnatie de afgelopen tijd. Ja, we hebben vorige week of twee weken geleden de ID-kaarten binnengehaald, 100.000 stuks. Dus iedereen die een ID-kaart heeft aangevraagd, die wordt nu verwerkt. We zitten nu
in, met de verwerking in februari 2023. Dus wij gaan ervan uit dat binnen 6 tot 8 weken alle achterstand is verwerkt. En we hebben een bestelling gedaan van 200.000 ID-kaarten die binnen een jaar binnen moeten zijn. Dus ik garandeer de bevolking dat een tekort aan ID-kaarten er niet meer is. Hoe zit het met paspoorten en rijbewijzen? Paspoorten hebben nu een tekort aan normale paspoorten. Die verwachten we eind volgend maand of begin volgend maand. En de oplossing daarvan is zakenpaspoorten verkopen. Die zijn nu 200 SED duurder. Ik doe het niet graag, maar door financiële tekorten hadden wij geen andere keuze dan de andere paspoorten iets later bestellen. Dus de mensen die met spoed een paspoort nodig hebben, die kunnen dan een paspoort aanvragen. Die betalen dan wel 200 SED meer, maar krijgen dan een zakenpaspoort. En een zakenpaspoort bevat meer bladzijden. Ja, bladzijden. Ja. Nou, duidelijk, minister. Het afgelopen jaar hebben we ook gehad de afronding van de verplichte registratie. Hoe is dat overal gelopen? En het natrek daarvan, hoe ziet dat eruit? Ja, de verplichte landsdienaarregistratie heeft heel veel data naar voren gebracht. Een van de data's is dat er honderden mensen met een dubbele salaris rondliepen. Dat betekent dat bijvoorbeeld iemand werkt op het ministerie van Financiën en ook iemand werkt op het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dat mag niet. Die salaris hebben we stopgezet. Ik wil wel benadrukken, het is niet zo dat we blij zijn op Binnenlandse Zaken. Hoi, we gaan nu salaris stopzetten. We lopen met een trompet in ons hand. Nee, we doen wat noodzakelijk is. En dat hebben we nu gedaan. Er is naar voren gekomen uit de landsdienaarregistratie dat we duizenden zogenoemde spookambtenaren hebben. En die lonen gaan we in de loop van de maand ook stopzetten. Nogmaals, niet omdat we daarin plezier hebben, maar het is noodzakelijk. Noodzakelijk één, voor een beetje rechtvaardigheid. Het kan niet zo zijn dat je buurvrouw thuis zit, 's morgens laat opstaat, hetzelfde werk als jou hebt en jij gaat wel vroeg naar het werk, naar de dienst. Het kan niet zo zijn dat jij dan één veel verdient. En twee, als we geld besparen, elke gulden, ik blijf dat zeggen, kunnen wij weer investeren in ons sociaal programma. Is het nog steeds een groot probleem, minister? Of zegt u van, hey, met de besluiten en de zaken die aan het rollen komen, kan dit probleem van spookambtenaren en inefficiëntie vroeg of laat tot het verleden behoren? Nou, het is een groot probleem die we hebben aangetroffen als deze regering, maar het zal zeker tot het verleden gaan behoren. Vroeg of laat, we zijn nu al begonnen. Het is voor het eerst dat we zo grondig een onderzoek hebben gedaan, grondige registratie hebben gedaan en met die data zijn we nu aan het handelen. Nu bijvoorbeeld op dit moment is er een laatste window gecreëerd voor de mensen die zich niet hebben geregistreerd. En als die zich niet registreren bij Binnenlandse Zaken, volgens mij is die window vanaf vandaag tot en met overmorgen, dan zijn wij genoodzaakt om ook die lonen stop te zetten. En ik blijf herhalen, niet omdat we dat leuk vinden, niet dat we met een trompet rondlopen op het ministerie, maar omdat we noodzakelijke stappen moesten ondernemen. Het ministerie zelf, minister, hoe omschrijft u het ministerie van Binnenlandse Zaken qua capaciteit, qua manpower? Is dat te doen zo? Of zegt u van, hey, eigenlijk is mijn ministerie ook best log? Nou, we hebben veel ambtenaren. Om een voorbeeld te geven, in 2015 waren er rond de 2.000 tot 3.000 ambtenaren. En nadat ik overnam, waren er ongeveer 6.000 tot 7.000 ambtenaren. Dus is het ambtenarenbestand erg gegroeid. Maar ik heb wel geluk dat wij qua capaciteit dat goed is. Mijn staf is heel erg sterk. De ambtenaren zijn heel erg gemotiveerd. Het is de moederministerie. We zijn continu bezig. We doen alle administratie van de overheid. Dus ik ben blij met de ambtenaren en ik heb geen problemen met capaciteit. 2024 als jaar zijn we nu binnengestapt. Wat zijn de speerpunten die bij u de top 3 van uw lijst, zeg maar, aanvoeren? Verkiezingen, dat is heel erg belangrijk. Iedereen wil dat er verkiezingen wordt gehouden. Want je hoort soms ook wel mensen zeggen van, hey, deze regering zit aan te sturen op een noodtoestand. Zoals we noemen, verkiezingen. No. Iedereen wil verkiezingen. Elke democraat wil verkiezingen. U wilt verkiezingen. Ik wil verkiezingen. Alle grote partijen richten zich daarop. Mijn partij heeft afgelopen zaterdag een bestuursverkiezing gehad. De voorzitter is herkozen. Ik ben gekozen als ondervoorzitter. We hebben een jonge partijraadsvoorzitter, dat is de heer Ramsaran. Dus elke politieke partij wacht op de nieuwe verkiezingen. Zo is het eenmaal. En ze kunnen ervan uitgaan dat Binnenlandse Zaken haar werk naar behoren zal doen. Beter naar behoren zal doen dan ze wensen. We gaan deze verkiezing perfect organiseren. We gaan de verschillende eilandjes die er zijn, die gaan we integreren. Dus het worden mooie tijden, maar drukke tijden. Niet alleen als minister die de verkiezing organiseert, maar ook als politicus die actief gaat meedoen aan de verkiezingen. Maar dan heb je dan twee zaken die kunnen spelen. Goede, perfecte verkiezingen organiseren.
dat heeft allemaal een prijskaartje. Ja, dat heeft zeker een prijskaartje. De verkiezingen zijn geraamd op volgens mij 800 tot 1 miljard SRD. We hebben op de begroting is er ingekort, maar met deze minister van Financiën komen we er wel uit. Iedereen begreep dat nogmaals het houden van verkiezingen belangrijk is. En we willen niet dat op de laatste moment we gehaaste dingen gaan doen. Dat was bij de vorige verkiezingen zo. Op het laatste moment werden er gehaaste dingen gedaan en je ziet het resultaat. Het was een van de, laat me het woord slecht niet gebruiken, maar we zijn andere kwaliteit gewend wat betreft verkiezingen organiseren. U legt de lat hoog. Ja, maar wij hebben ook een hele structuur binnenlandse zaken die de verkiezingen kan organiseren. Een hele staf, een hele afdeling, algemeen secretariaat verkiezingen, die is ready om te organiseren. Dus de lat leg ik ook heel hoog, maar dat is ook wat we moeten doen. Je als persoon streef je om steeds beter te zijn. U bent minister, u bent tegelijk ook politicus, u bent ondervoorzitter, gekozen afgelopen weekend. Moeten we gevoeglijk aannemen dat het niet zo lang meer zal duren voordat Brontos Omohardjo de voorzitter zal zijn? Nee, dat moeten jullie gevoeglijk niet aannemen. Er is nu een voorzitter. Wij zijn een van de partijen die echt aan verjonging gaat doen. De voorzitter ambieert geen politieke functies meer, maar de voorzitter heeft wel 50 jaar politieke ervaring. En als personen die in de politiek zijn, wil je daar gebruik van maken. Dus ga er alsjeblieft niet vanuit dat ik de nieuwe voorzitter word. Ik heb daar ook geen behoefte aan. Ik zit precies goed waar ik nu ben. Het ambt van minister is ook een zware job. Dus om dat te combineren met de voorzitterschap van een partij, dan ga je veel uren erin moeten zetten. Ja. Los van de verkiezingen als een van de zaken op de to-do-list prioriteitenlijst, wat staat daar nog onder waar dus ook u als minister en uw ministerie serieuze aandacht voor hebben? Ja, u zegt het zelf, we hebben de lat hoog gelegd. Ik wil de dienst efficiënter maken. Ik wil ervoor zorgen dat de overheid een betere performance heeft, betere image heeft. Er wordt vaak gesproken, de ambtenaren, het bestand is log, de ambtenaren zijn niet efficiënt en dat is niet altijd waar. Mijn ambtenaren die zijn erg efficiënt. Mijn ambtenaren werken erg hard. En ik wil ervoor zorgen dat het beeld wat ik heb van mijn ambtenaren overheidsbreed wordt gedragen. En dat de bevolking ook ziet. Nee, de dienst van Suriname, de overheid van Suriname is een dienstbare overheid. Het is niet de tijden van vroeger dat je binnenkomt en mensen lopen groenten te snijden. En het is net alsof wij de bevolking in dienst doen. Nee, het is een eer voor ons dat wij ten dienste mogen zijn van de bevolking. We hebben gehad de begrotingsbehandeling, waarbij ook u namens het ministerie zaken heeft kunnen clearen, uitleggen, het een en ander uit de doeken heeft gedaan. Hoe blikt u daarop terug, wat vanuit het parlement kwam en welke voeding u teruggaf? Ja, ik vind de begrotingsbehandeling altijd spannend. Je kijkt reikhalsend ernaar uit waarmee het parlement komt. De oppositie bijvoorbeeld was met het verhaal gekomen dat wij 6000 ambtenaren in dienst hebben genomen. Dat heb ik kunnen weerleggen. Juist blijkt dat echt niet zo? Nee, juist blijkt dat met cijfers hun in het jaar 2020 6000 ambtenaren in dienst hebben genomen, waarvan in de maand mei, juni, juli bijna 4000, dat is de maanden nadat ze de verkiezingen hebben verloren. U weet, de vorige regering heeft de macht overgedragen, vervroegd overgedragen in juli, nadat bleek dat zij de ambtenaren niet konden betalen. En juist in die maand nemen ze bijna 1500 mensen over. Dus als politicus is de begroting iets moois. Als politicus is de begroting mooi om te zien. Het is een schouwspel. Vooral de oppositie doet haar werk goed. Het is een georchestreerd spel waarin de figuranten hun rol goed hebben gespeeld. Dus het was voor mij mooi om te zien. En ik ben dankbaar dat de begroting is aangenomen. Maar dit is niet onze laatste begroting. We hebben nog een jaar. Wie weet nog 5 jaren. Maar voor mij is ook de volgende begroting belangrijk. Want we hebben dat geld nodig voor het organiseren van de verkiezingen. U bent al met al positief gestemd over wat 2024 Suriname zal moeten brengen? Ja, zeker weten. Ik ben sowieso een positief ingesteld persoon. We komen uit een zware crisis. Je ziet nu op macro-economisch niveau, en ik weet dat het volk dat nog niet altijd voelt, is er stabiliteit. De koers is stabiel. De schulden worden betaald. We moeten straks 1,5 miljard aan schulden betalen. Als we dat niet moesten doen, dan konden we beter investeren in
onderwijs, in gezondheidszorg, in veiligheid. Maar we moeten dat betalen. Als we dat niet betalen, dan komen we internationaal in problemen. Maar desalniettemin proberen we onze sociaal programma uit te voeren. De president heeft aangegeven dat die 1800 SRE koopkrachtversterking opgekrikt moet worden. En wij gaan kijken hoe wij daaruit gaan komen. Dus positief ingesteld. Ik weet zeker dat bij de verkiezingen over 16 of over 15 maanden het volk ons gaat beoordelen op onze daden. Het volk ons gaat beoordelen op de manier hoe wij uit de crisis zijn gekomen. Want vergeet niet, wij zijn een regering die het land uit de crisis moest helpen. We was een poos geleden minister in 2023 gesproken over hoe het zat met ambtenaren in tijdelijke dienst. U zei er zou een regeling komen waarbij ambtenaren in tijdelijke dienst na een bepaalde periode automatisch zouden overgaan tot de vaste aanstelling of something like that. Kunt u dat even weer uitleggen? En hoe ver staat het ministerie wat dit soort zaken betreft? Ja, dus dat is heel belangrijk. U weet, ik hou ervan om op het veld te zijn. En een van de problemen is dat heel veel ambtenaren wachten om aangenomen te worden in vaste dienst. Dus hun tijdelijke dienstverband om worden gezet in vaste dienstverband. Ik heb begrepen dat sommige jaren wachten, 5-6 jaren, terwijl eigenlijk je na een jaar al recht hebt op vaste dienst. Wat heb ik gedaan? Ik wilde het eerst via staatsbesluit doen, maar dat kon niet. Het moet via de wet. Ik heb gelukkig genoeg draagvlak in het parlement kunnen vinden. Bij de VHP, bij de ABOP, de voorzitter heeft zelf gezegd, kom met die wet waarin wordt gesteld. En ik wil dat dit jaar nog doen, dat iedereen die langer dan een jaar wacht, automatisch dus een soort generaal, pardon, vaste aanstelling krijgt. Maar dan zijn we nog niet klaar. Ik wil er ook voor zorgen dat na die generaal, pardon, dat iedereen vergemakkelijk in vaste dienst kan komen. Nu moet je naar heel veel afdelingen, heel veel instanties, voordat je die vaste dienst krijgt. Ik zeg, laten we het vergemakkelijken. Na een jaar, misschien dan met een verklaring van je huisarts, dat je dan automatisch in vaste dienst komt. Want de mensen rekenen erop. Nu in deze tijden willen mensen nu er weer een beetje rust is in de economie, zie je dat de mensen leningen willen aangaan om hun huis te verbouwen, of misschien om een auto te kopen, of om een kleine hossel te starten. En daarvoor is de vaste dienst erg belangrijk. Dus u gaf het aan in het begin. Dat is ook een prioriteit voor ons. Dat wij, 1, ervoor gaan zorgen dat iedereen die langer dan een jaar wacht, een generaal pardon krijgt. En 2, dat we het in vaste dienst kunnen komen, gaan vergemakkelijken. Maar ik heb daar het parlement voor nodig. En tot nu toe heb ik gezien dat we genoeg draagvlak hebben. Ik ga met hun om tafel zitten binnen 2 tot 3 weken en we gaan zien hoe dat verder uitwerkt. Communicatie. Men klaagt heel vaak over communicatie vanuit de regering. Het komt wel eens voor dat er wel goede, positieve dingen gebeuren, maar zegt de samenleving over het algemeen, de manier buitenuit, de manier communiceer afdoende. Zou dat ook een van de punten moeten zijn, zeker met het oog op de aanstaande verkiezingen en de periode die komen, die moeten worden opgevoerd, communiceren, zaken uitleggen, zaken verduidelijken naar de samenleving toe? Ja, in het algemeen kan de communicatie beter. Wij moeten meer het volk bereiken als regering. Als politicus ga ik het veld op. Ik heb resortmeetingen, ik ga naar kleine onder onze vergadering, maar in het algemeen kan dat beter bij de regering. Maar in het bijzonder over de verkiezingen, dat gaf ik net aan. We hebben een nieuwe kiesregeling. Heel veel mensen weten nog niet wat dat inhoudt. Dus ik neem het op mijn taak persoonlijk dat dat wel gebeurt. Dat elke Surinamer die stemgerechtigd is, weet wat het inhoudt, de nieuwe kiesregeling, maar ook zich gemotiveerd voelt om te stemmen. En daar gaat communicatie een hele belangrijke rol spelen. Ik ben zo iemand, als je het niet zelf kan, zoek dan deskundigheid, zoek mensen die het wel kunnen, en dat gaan we zeker doen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken gaat gebruik maken van deskundigen die in de dienst zijn, de overheid zijn, deskundigen als u, SRS, ook andere ruitstations, maar ook buiten de dienst. Dan gaan we reclamebureaus moeten inhuren. Nou minister, daar hebben we het heel vlot en strak gehad. Binnen een half uur. Verduidelijking van zaken die eventueel spelen. En waar men eventueel wat vraagtekens bij had. Ik weet zeker dat de luisteraars deze heldere uitleg tot zich genomen hebben. En ook wij hopen vanuit de SRS, we gaan dat sowieso doen. Dat wij ook niet alleen de overige ministeries, maar ook ministerie Binnenlandse Zaken vaker kunnen hebben in de koffiepraat. Zo gauw als er dus zaken zijn die naar de samenleving, naar de grassroots toe, verduidelijk moeten worden. Zeker weten. Nogmaals bedankt voor de uitnodiging en voor iedereen een prettige werkdag en een gezonde werkweek. En laten we er almachtig dankbaar zijn dat we kunnen opstaan om te arbeiden voor ons mooie Suriname. Zeker weten. We bedanken de minister voor zijn aanwezigheid in de koffiepraat van morgen. En kijken uit naar next time. Er is nog één vraag.
Oh, ik moet mijn app checken. Minister, is een laatste vraag voor u. Waarschijnlijk is dit een hele belangrijke. Even kijken. Ja, kan de minister even uitleg geven over de pakketten die mensen worden aangeboden die de dienst willen verlaten? Oh ja, die afkoop, dat van die afkoopregeling. Of, daar hadden we ook over gesproken vorig jaar. Ja, oké, ik had mijn koffie al op, heer Enig. er is heel goed gebruik gemaakt van die stimuluspakketten van het jaar 2023, ongeveer 800 mensen. Wij zijn van plan om binnen nu en een maand nieuwe stimuluspakketten in te dienen voor het jaar 2024. En die willen we iets aantrekkelijker maken als 2023. Ik weet niet of we daarbij de pensioengerechtigde leeftijd voor een paar maanden gaan verlagen. Of de dienstjaren dat je eerder recht hebt om met pensioen te gaan. Of de incentives volgen. Dus ik vraag de vrager beleefd om mij een maand te geven met nieuwe stimuluspakketten. En dan kom ik terug bij SRS om uit te leggen wat die inhouden, zodat diegene er daar gebruik van kan maken. Maar feit is, er hebben iets mensen gereageerd. Ja, voor het jaar 2023 hebben er 800 mensen gereageerd, maar die stimuluspakket eindigde op 31 december 2023. Okay. Dus daar kan je nu geen gebruik meer van maken. Maar ik ga nieuwe indienen voor dit jaar. En dan kunnen ze weer nog gebruiken. Meer mensen zich dus aanmelden. Ja, en dan ga ik dan bij jullie komen om uit te leggen hoe dat eruit ziet. Nou, duidelijk. Dan kijken we uit naar next time minister Brontos Omohardjo. Ik dank u hartelijk voor het willen zijn in de studio en wens ook u een productieve werkdag toe. Nou, dan kunnen we naar wat muziek, Carlos, want dan heb ik het tweede deel in te vullen. Laten we een greep doen uit onze Power Top 30 en het volgende nummer inzetten om zo meteen verder te gaan met deel 2 van de koffiepraat vanmorgen. Het is de dinsdagaflevering. Sabi be debi fo leli, mana leli konton sabi. We mi wan sabi. If I'm you, why didn't you so sabi? If I'm you, why didn't you so sabi? If I'm you, why didn't you so sabi? If I'm you, why didn't you so? Isabi sa mesi de paxi solisi. Afosi sa madi kwanga gonta po kaita. Befu gonta po. Abe tampu, nya konshita ki gonta pou lontu. Bika mi, nya sabef gonta pou lontu. Ifa pata. Afosi sama, di meke moni. Ome apaye. Asama di meke oloisi. Fa be sabi ayu. Anga asama di meke alumanaki. Tawe kayen kalende fadu besabia day a wiki a moon anga yali ulibi sa mga paksi sa nyo maukoni we mi wasabi if I mi wawai denki so sabi if I mi wawai denki so sabi if I'm you away think so sabi if I'm you away think so within taki dingi desi wakti siki mabo mobun if utaki dingi desi fu no siki mafosi sama di kwanga leli asko tasama lele asamade ibi yu tewe taki abade gansa mafuwi ten taki ukomoto na afikang mami bisa wani sabi faube libi bifo saafu ting sama na wi ewi komoto sobe nyang sobe dingi
soto koshu bewe. Fau bede. Mikoleli taki noti no nyung ondo asang. Alasani anga alasama. Bede akaba. Wemi wasabi. Ifami wa waidenki so sabi. Ifami wa waidenki so sabi. Ifami wa waidenki so sabi. Ifami wa waidenki so. Umusabi uhe story. Mi efie ke ube jende. Somesa ni deago ntapu julibisa mwani sabi. Mwasabi onde. En zo doen we het in de koffiepraat. Natuurlijk wat muziek erbij. En kunnen we vervolgen. Ik zou eigenlijk het volgende pas aan het eind uitzenden. Maar we improviseren op Tjuso. We hadden vorige week de Robin Hood trainer Roberto Geudeken in de studio. Die toen ingegaan is op de actuele zaken. En die uitgelegd heeft hoe het nu loopt na de onrustige periode van Alassane Go. En ik heb beloofd vorige week van hey, ik zal het interview met trainer Roberto Geudeken dus opnieuw een van deze dagen laten horen. En eigenlijk mijn boos sluit af mijn ging. Maar hoe pot je op nou? Het gaat erom dat trainer Geudeken gereageerd heeft op eigenlijk alles dat zo'n beetje actueel was rondom Robin Hood. En het gaat erom dat Robin Hood dus, het heeft er veel van dat de plooien glad gestreken zijn. De rust is wedergekeerd, de ploeg is in training, de ploeg is actief in de bekercompetitie en bereidt zich voor op de twee belangrijke CONCACAF Champions League wedstrijden die dus aanstaande zijn in de maand maart. Ja? We gaan dus even luisteren naar Robin Hood coach Roberto Geudeken, die wat meer verduidelijking gegeven heeft. En hem is nou een vale koelmaier, altijd zo kalm, zo beheerst. Want Tracy is aan dit toe, maar in de interviews ervaren we hem al steeds goed voorbereid, helder, crystal clear. En dat was ook het geval vorige week toen hij dus het een en ander uitlegde. Wat betreft Faasane, wat kan Robin Hood nou? En heeft Robin Hood dit op schema voor de komende tijd? En ook het huiswerk dat wij dus als land, als natie te maken hebben. De zorgpunten die zijn er. Er zal werkgelegenheid zijn, er zal werkgelegenheid gecreëerd worden. Maar je zal daar wel aan bepaalde eisen moeten voldoen. Bedrijven die zullen licensed moeten zijn. Dus er is een heleboel werk. En aan het Timorofus Donsdong. Voor de CONCACAF Champions Cup, de CONCACAF Champions League, zoals dat voorheen heette. En we willen graag weten waar Binut staat. Want ja, Binut had wat uitdagingen de afgelopen tijd. Misschien turbulentie bij de kapploeg, zoals overal in de wereld. Dit natuurlijk gebeurt in amateur- en profvoetbal. Maar als het een goede organisatie is, met de mannen op de juiste plek, dan gaat het tij wel weer liggen, denk ik zo. Goedemorgen, welkom heer Geudeken. Hey, goedemorgen luisteraars, goedemorgen Ernie. Het is aan niemand ontgaan dat die Baka-overwinning, Baka-feest, Baka-apprecierie, dan een blijdschap. Robin Hood belandde in wasoot dip, wasoot ching, nyongo nyongo jugo jugo bede. Dat hebben we ook kunnen volgen in de media, maar ook vooral social media. Hoe is het nu gesteld binnen de organisatie en vooral de spelersgroep? In ieder geval is dat zo. Er was toch wel een periode dat er onrust gezaaid werd binnen de vereniging. En we mogen blij zijn dat de rust teruggekeerd is. En we kunnen ons nu rustig verder voorbereiden op in ieder geval op de bekercompetitie. Daarna op de President's Cup. En ook daarna op de Prof League die van start zal gaan in februari. Maar ook het groot moment in maart, wanneer we onze eerste wedstrijden spelen in de Champions Cup wedstrijden. Ja. Het is na lange tijd dat een ploeg door zo'n fase heen heeft moeten gaan van winnen, veel spelen, binnen en buitenland, successen. En dan plotseling moeten dealen met een dergelijke situatie waarbij je denkt van juist
allemaal snap als één man verder achter je. En dan zie je dat er afbrokkeling plaatsvindt. U als topman, als vader van de ploeg, want in Orubalmantori, ik ben Brokkenbroek, dat het is niet altijd even makkelijk om zo'n jonge ploeg onttrek te houden, de jongens gefocust te houden. Voelt het dan niet aan dat Allah heb je Rokosa Idu maandenlang na je staf, Mangesukov kon torpederen dat hij? Ja, het is een vrij moeilijke situatie. Zowel binnen als buiten het team heb je daarmee te maken, krijg je daarmee te maken. En uiteindelijk moet ik ook zeggen, sterk bestuur van ons. De organisatie is vrij goed. Ze hebben het ook heel goed weten aan te pakken. Maar zulke momenten zijn heel erg moeilijk. En vooral als er ook mensen zijn van buitenuit die de jongens aansteken, dan is het altijd een vrij lastige situatie. We weten ook een vrij jong team. En deze spelers, ik wil niet zeggen dat ze niets van bewust zijn, maar ze zijn gauw geneigd toch wel naar anderen te luisteren. Die niet altijd goede bedoelingen hebben. En je weet, het kwaad is sneller over te nemen dan het goede. Toch? Dus dat is wel jammer, ja. Maar ik ben blij dat de rust teruggekeerd is. En om te verder kijken wat er dan gebeurt. Waar dan de situatie met Shaquille Cairo? Maar dan zien we dat Robin Hood niet stilgezeten heeft. En dat onlangs bekendgemaakt werd dat Robin Hood doorgeschakeld heeft. En twee spelers heeft aangetrokken, twee Brazilianen. Hoe is dat zo gekomen? Ja, dus op een gegeven moment waren we op de hoogte dat Shaquille een aanbieding zou krijgen. Een contract zou krijgen in het buitenland. En we hebben geen moment geaarzeld om daarop in te spelen. Het was al zo goed als zeker. Dus vandaar dat we de twee Brazilianen, Miranda en Leandro, hebben gehaald. Miranda heeft eerder gespeeld voor Robin Hood. Dus we hebben gezegd van, we halen die terug. En we moesten de spits, Leandro, ook binnenhalen vanwege het vertrek van Cairo. En daarop hebben we ingespeeld. Dus die twee spelers zijn binnen de vereniging nu, binnen Robin Hood nu, om het team te versterken. Hoe zijn die gescout en is het een plus, een upgrade voor Robin Hood? Sowieso. Het zijn twee spelers met een dosis aan ervaring. En je weet, we spelen dadelijk de moeilijke wedstrijden in maart ook. En op dit moment hebben we toch wel een stukje ervaring nodig binnen het team. Maar ook wat de breedte betreft was het ook heel belangrijk voor ons team dat we toch wel ook in de breedte die versterking nemen, ja. Wat voor type middenvelder is die Miranda? Die Miranda speelt op de positie nummer 6, meer een verdedigende middenvelder, maar is ook een speler die heel hard werkt om ballen te veroveren. Bijna kunnen we zeggen, een kante type. Mm-hmm. En de andere man, wat voor type aanvaller is die? Die is een spits die toch wel heel explosief is en kan het team goed in balbezit houden, kan de bal voorin houden. Dus heel erg sterk, ook fysiek sterk. Dus hij moet nog even laten zien dat hij zijn doelpunten maakt tijdens de wedstrijden. Ondanks er een heleboel gebeurd is, want het is mijn argument, maar wat ze praktijk dat ik wil lukken van Manzio Durf, Aksa Astella vraag. Is er bij Robin Hood nog ruimte voor Shaq Cairo? We hebben ons niet echt gefocust daarop. Maar samen met het bestuur denk ik dat er toch wel een beslissing moet nemen. We weten niet wat de status is van Shaq. Maar als het zover is, zullen we wel daarover nadenken. En toch wel ook de juiste beslissingen nemen voor het team, maar ook voor Shaq, denk ik. Want er is veel gezegd, maar blijkt dat de situatie wel een beetje gecompliceerd geworden is nu. Ja, daarop lijkt het. Daarop lijkt het. Maar laat mij niet vooruitspreken. Laten we toch even afwachten wat er gebeurt. In principe, de transferperiode is tot en met 31 januari. En daarna hebben we een beetje... Zal het duidelijker zijn? Ja, ja. Wat betreft de spelersgroep en ook voetballers in zijn algemeenheid, heeft u vanuit uw kennis, uw bril, een statement te maken ten aanzien van hoe om te gaan met aanbiedingen van buiten? Want het gras lijkt bij de buren vaak groener dan bij jouzelf. Maar je zal wel behoorlijk wat research moeten doen alvorens i jompo te kataki.
dat is waar. Bijna elke speler bij Robin Hood heeft nu een zaakwaarnemer. En zodoende leunen ze heel erg zwaar op zo'n zaakwaarnemer. Maar wij binnen Robin Hood hebben die ervaring ook. We weten hoe het allemaal toegaat. En we proberen ze toch wel ook altijd te begeleiden, te adviseren. Zodat ze toch wel de juiste keuze maken. Het is allemaal mooi een buitenlandse avontuur of een transfer te hebben naar het buitenland. En wij van Robin Hood houden geen enkele speler tegen. We werken juist mee. Toch, uiteindelijk zal de speler dat ook willen. En de familie van hem. Dat ze toch wel iets beters vinden daarbuiten. Maar nogmaals, ik denk dat de situatie van Cairo toch wel een eye-opener moet zijn voor degene die volgen. Dat ze toch wel de juiste keuze maken. Maar ja, ook de juiste zaakwaarnemers hebben, ja. En ook goede research doen natuurlijk. En goede research, ja, klopt. Doen. Dan heb je ook een situatie gehad, Trina, waarbij, en dat nagi alalibisme, money e play wa rol. En het sentiment dat je hoorde was dat in principe club en bestuur het gewonnen bedrag of aher money of van boom bigi pisi van money ben praat die onder de speler. Is dat nu ook duidelijk doorgecijpeld naar de ploeg van hey, het is een geoliede organisatie, we moeten straks nota bene ook nog twee keer uit en thuis spelen. Maar dat Robin Hood in het afgelopen jaar ook behoorlijk veel in de lucht geweest is en dat dat geld ook ergens vandaan moest komen. Ja, behalve heel veel in de lucht geweest is. U weet ook, de voorzitters in het Surinaams voetbal verdienen heel weinig of bijna niks. Aan het voetbal? Aan het voetbal. Ja. Toch, ze bleven maar uitgeven. En als we kijken naar deze voorzitter, dit bestuur, reeds 8 jaren heeft hij de leiding. En in die 8 jaren zijn er heel veel gelden uitbesteed. Natuurlijk is het een prijzenpot die gewonnen is door het team, door Robin Hood. En het is altijd leuk toch wel ook iets terug te doen voor de spelers, voor de staf en dat soort dingen. En, maar ik zei het eerder al, als spelers opgehitst worden, dan krijgen ze andere gedachten. Mm. En dan denken ze niet zo ver. Ja. Maar het bestuur is duidelijk geweest om toch wel aan te geven wat ze allemaal met het geld willen doen. Een stukje duurzaamheid voor de komende periode is heel erg belangrijk voor het voortbestaan van Robin Hood zelfs. En dat is toch wel goed uitgelegd aan hen. En we kijken nog waar we elkaar kunnen vinden. Dus het bestuur en de spelers om verder deze weg op te slaan. Zodat toch wel in alle eerbied en rust we verder kunnen gaan met deze spelers, maar ook met dit bestuur. De mensen zijn feitelijk dus wel nu reeds in één richting. Als ik kijk naar de opkomst van de trainingen sinds we gestart zijn, dan mag ik niet klagen. Ben ik dik tevreden. Mm-hmm. En je ziet dat de spelers weer hun normale werk hebben opgepakt. Om zich nu voor te bereiden voor de competitiewedstrijden. Dus ik denk wel dat alle nieuws in één richting zijn momenteel. Hoe lopen de voorbereidingen volgens u? Robin Hood is actief in de beker. Heeft nu 2 keer gespeeld, 2 keer gewonnen. En er komen nog wat wedstrijden aan. Want uiteindelijk is de target of Herendriano uit Costa Rica. Of Toluca, die een van de ploegen, die wordt dus de tegenstander van Robin Hood. Bent u op lijn, op schema met de voorbereidingen? Ja, we zijn op lijn. In februari hebben we toch wel gemeend om de trainingen, laat ik niet zeggen op te voeren, maar toch wel te kijken hoe we dat ook anders kunnen doen. We willen ook in de ochtenduren gaan trainen, vanaf de maand, of in de maand februari willen we dat ook doen. Omdat u ook weet, we zullen daarop moeten inspelen. Speel je in Mexico of in Costa Rica, zijn het toch wel landen dat het rond die periode toch wel een beetje guur, een beetje koud is. Mm-hmm. En Mexico ga je ook rekening moeten houden met de hoogte daar. Dus ik denk in de ochtenduren hebben we een heel ander soort luchtklimaat.
Dus we gaan ook kijken om daarop in te spelen, maar ook wat de voeding betreft na trainingen, dat we de spelers ook voeden. En dan zal de discipline vanuit de spelers zelfs moeten komen, wat de rust betreft. Mm-hmm. Dat ze voldoende rust nemen. En we zullen vaker met hun praten daarover, mm-hmm. zodat dat ook gebeurt. Heeft u een fitte selectie momenteel? Momenteel hebben we een fitte selectie. Iedereen is fit. Er wordt keihard gewerkt, getraind. En we mogen niet ontevreden zijn. Zijn er los van de situatiecheck andere spelers voor wie van buitenuit serieuze interesse was? En hoe loopt dat? Het waren drie spelers. Jamilio Richters, Jonathan Fonkel en Renske Adipi. Er was wel interesse in die drie, maar nu zijn er twee die vanuit Polen er interesse is. Dat is Renske Adipi en Fonke. Maar het is een vrij moeilijke situatie momenteel. Het is meer een stageperiode waarvoor ze die twee willen hebben. Je weet, er komen een aantal goede voetballers bij elkaar en dan wordt er daaruit gepikt. Robin Hood zit momenteel in een vrij belangrijke periode. Ik wil niet zeggen moeilijke situatie, maar belangrijke periode om in maart aan te treden. Dus Robin Hood gaat deze twee spelers niet kunnen missen om hun stageperiode door te brengen in Polen. In deze periode. Misschien in een andere periode wel. Maar we zijn bezig ons voor te bereiden op die wedstrijden in maart. We spelen 5 maart en 13 maart. Dus twee wedstrijden uit en thuis. Dus we moeten ons voorbereiden voor die twee wedstrijden. Ja. Deze situatie zal dus wel weer iets extra vergen qua communiceren en zaken duidelijk maken. Sowieso. Je zal ook spelers zover moeten kunnen brengen dat ze toch wel begrijpen waarom het gaat. En aan de andere kant is het een fase waarin je zit dat je toch wel belangrijke wedstrijden gaat moeten spelen. En het kan niet op een of andere dag zijn dat spelers gewoon zo vertrekken om op stage te gaan. En men hier rekening houdt met het team. Maar ik denk niet dat het zo ver komt. Inderdaad, die communicatie in deze tijd of rond deze periode met de spelers is heel erg belangrijk. Om ze toch wel bewust van te maken. Hoe voelt het aan, de eerste wedstrijden na dus die hele situatie en die hele eigenlijk die glorieperiode, Hassan Gobung, Robin Hood win het toernooi en dan de eerste twee wedstrijden in de beker. Hoe voelde dat aan langs de lijn? In ieder geval weer heel erg leuk, leerrijk, spannend, omdat we hadden 3 weken rust en ik denk dat wij allemaal er gebruik van gemaakt hebben om die rust te pakken. En uiteindelijk start je weer met de trainingen, met de bekerwedstrijden. Dus heel erg goed. Goede momenten tijdens die twee wedstrijden. Dus we zijn er al in, ja. We zijn er al in. Nou, daar hebben we de informatie first hand. Mag ik u hartelijk dankzeggen, trainer Guideken, voor het delen van deze informatie met Suriname. Robin Hood is dus keihard bezig geweest te werken, waar er plooien gladgestreken moesten worden om aan die te werken. Maar meer nog, de ploeg bereidt zich voor op grotere doelen en heeft daar dus ook voor moeten sleutelen in de organisatie om dat allemaal te doen. Ik wil de Robin Hood familie en trainer Guideken tevens vanuit de koffiepraat konden. Ja. We hebben kunnen luisteren naar het interview met trainer Guideken nogmaals. Op verzoek van, ik denk wel, Robin Hood van Arki SRS. Maar zo is het dus uitgelegd. Nou, voor we eruit gaan, zouden we moeten bellen met Gerald Seucharan. Meester Gerald Seucharan, moeten wij contacten in de koffiepraat. Omdat we toch wel kort, helder en van de man die deskundig is op dit vlak. Moeten vernemen of willen vernemen wat zaken met betrekking tot het boek van de president precies inhouden. Hebben we het nummer klaar?
lukt niet. Nou, de techniek zit niet mee. Oké, even kijken. Ik hoor mezelf, ja, nu hoor ik mezelf weer. Hoeveel tijd heb ik nog, Carlos? Want dan wil ik Benga nieuws weer. 8 minuten. Zouden we het redden binnen 8 minuten? Even kijken of het nu wel lukt. Het gaat om het boek. Vaco heeft gevraagd aan kopers om dus het omstreden boek in te leveren. Dat wordt de helskarwe, want dit is masabai den boekukba. Dit is matakikba tak nono. Noa yuru. Mie hoor mie boeku dan pai. Kijken hoe dit allemaal zijn beloop zal hebben. En daarover wilden we eigenlijk even kort praten met meester Gerold Seucharan, de advocaat in deze, die namens zijn cliënt, president Chandrika Prasad Santokhi, via de deurwaarder heeft gevraagd om de verkoop van het boek via Vaco dus stop te zetten. En indien dit niet zal gebeuren, zal een kort geding aangespannen worden tegen de boekhandel Vaco. Dus ze hebben maatregelen of stappen ondernomen om het niet zo ver te laten komen. En ik snap dat ik bij in mijn aankondiging, ik ben geen jurist of deskundige. Maar deze was maar gebruik mijn foto, jongen. Voor schrijven van een boek, zo'n serie. Dat bij als maar gebruik mijn foto, ik heb een boek met een negatieve kop. Maar ik denk dat ik mijn lang aan mijn foto ook te heren. Misschien heeft Bolu koefte kwafkati. Dus dat is gewoon, ja, hoe ik erover denk. Anderen zeggen van nee, het maakt niet uit. Ook al zou iemand mijn foto gebruiken en me uitmaken voor een boef of een kannibaal of zo. Ik zou het gewoon zo laten. Dat zijn de meningen die er zijn. En als dat de eerlijke meningen zijn, dat laten we natuurlijk in het midden. Maar ieder zijn ding. Hebben we hem nu misschien wel? Ja? Hallo? Het is geweest de dinsdagaflevering van de Koffiepraat. We hebben uitgebreid gesproken met minister Brontosom Mohardjo over het een en ander. We hebben trainer Roberto Geudeken opnieuw laten horen met betrekking tot de voorbereidingen van Robin Hood op de komende belangrijke wedstrijden. En eigenlijk wilden we als uitsmijter meester Gerold Seucharan. Maar geen nood, we kunnen het interview alsnog doen. En dat laten horen in een van onze nieuwsuitzendingen. Dat gaan we dus doen door de dag heen. We gaan deze aflevering van de Koffiepraat besluiten. Dit was de Koffiepraat. We zijn er morgen weer met een nieuwe. Goedemorgen. Echo.